Het is Roze Woensdag. Een dag om stil te staan bij de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Ook voor wethouder Grete Visser is het een heel bijzondere dag. Ik vind het een zalig feest. Ik vind het echt, het is de leukste dag van de Vierdaagse. Vind ik echt altijd, ook voordat ik wethouder was, al de Roze Woensdag. Omdat ik zelf, ik heb ook een vriendin met wie ik heel graag hand in hand loop. Dat is namelijk mijn vriendin. Ja. En ik weet dat dat niet altijd even makkelijk is. Ik voel me heel vaak, vooral als ik in het buitenland ben, dat ik uit moet kijken met of dat wel de bedoeling is. En ik krijg ook wel eens wat verkeerde blikken, namen of nare uitroepen. Ik vind het zalig dat op Roze Woensdag mensen, of ze het nou weten of niet, allemaal zo'n roze truisje aan hebben, roze boos om hebben. En daarmee wel indirect zeggen van, Grete, ook jij mag er zijn met je vriendin. Terwijl wij in onze regio natuurlijk allemaal bezig zijn met Vierdaagse en de Vierdaagse feesten, spelen er in de wereld tal van andere onderwerpen. Maxime Februari is filosoof en gaat in gesprek met bezoekers in de bibliotheek van Nijmegen. Want hoe zou een Vierdaagse week er normaal gesproken voor jullie uitzien? Hectisch. Ja, dan rennen we van hot naar her. Dan hebben we vanuit de bibliotheek hiervoor op het plein, samen met de partners op het plein, één groot kinderprogramma. We hebben op zondag en op maandag schrijvers in de Stevenskerk. Ik had Stoere Mannen een programma. Op Festival Het Eiland Stoere Kinderen zou ik hebben op het Valkhof Festival. En nu heb ik zondag een boek zitten lezen op de bank. Ook wel eens. Net even anders. Ja, want nu, wat zijn nu een beetje de plannen? Nou, we hebben sowieso leuke plannen. Het is allemaal wel aangepast, want dat moet nu gewoon. Maar we krijgen woensdagavond komt hier in samenwerking met Radboud Reflex Maxime Februari. We hebben een heel jeugdprogramma opgezet. Echt op gezinsbasis, zodat je met je eigen gezin leuke activiteiten kunt doen. Ja, en door de hele zomer heen komen al dat soort activiteiten terug. Ja, want morgen is eigenlijk een beetje het hoogtepunt dan van de week, om het maar zo te zeggen. Voor mij wel. Voor mij wel. Ja, waar gaat dat dan over? Nou, we hebben Maxime Februari uitgenodigd en hij zou eigenlijk in de Stevenskerk komen. Maar hij was veel te interessant om gewoon zomaar te laten gaan. Want het is gewoon een hele interessante man. En wij hebben hem gevraagd of hij affiniteit heeft met onderwerpen als de Black Lives Matter die nu gaande zijn. Daarvoor hebben wij een samenwerking gezocht met Radboud Reflex. Want dit zijn natuurlijk ook onderwerpen die voor hen van belang zijn. En er is een heel mooi programma uit voortgekomen over emancipatiebewegingen door de jaren heen. Dus niet alleen de Black Lives, maar ook de Me Too die een paar jaar geleden was. Rondom de LHBTQI+ bewegingen. En hoe dat zo door de jaren heen ontstaan is. En wat je daar voor lessen uit kunt trekken. Oké, en normaal gesproken dus in Stevenskerk biedt ongeveer plaats aan zo'n 400 man, zei je al. Maar ja. Nu moet dat anders. Waar gaan jullie het nu doen en hoe? Ja, we zitten in de bibliotheek. Op 1,5 meter. Dat betekent dat we echt beduidend minder ruimte hebben dan normaal. Maar toch nog voor 78 mensen was er plek. Maar ik had hem echt, die hele Stevenskerk hadden we kunnen vullen. Ik heb de e-mailtjes kwamen in zo'n hoog tempo binnen dat het in no time vol zat. Dus ik kan ook niet zeggen, kom nog lekker. Maar ik kan mensen wel blij maken als ze het interessant vinden dat Radboud Reflect zo fantastisch is dat ze een podcast maken van het gesprek. En dat ze opnames maken. En die worden de dag erna via hun YouTube-account aangeboden. Dus iedereen kan het ook nog terugkijken. Oké, en waarom zou iemand hier erheen gaan? Kan dan niet echt meer. Maar waarom zou iemand dat dan terug moeten kijken? Nou, omdat het wel interessante onderwerpen zijn. Dit zijn van die onderwerpen waarvan je hoort mensen vaak hierover praten. En nu is het natuurlijk ook weer, je leest heel veel over. Maar het is wel eens een onderwerp waarvan het goed is om met elkaar over in gesprek te gaan. En je gedachten erover te laten gaan. En gewoon te leren. Ja. En dat doe je alleen maar door inderdaad met een open mind, met een open vizier, met elkaar het gesprek aan te gaan. En zo'n soort gesprek gaan we voeren. De opnames van het gesprek zijn vanaf donderdag beschikbaar via het YouTube-kanaal van Radboud Reflects. De Vierdaagse gaat ieder jaar gepaard met allerlei leuke gadgets rondom dit wandelevenement. Het radioprogramma Saturday Mike Fever heeft de drie leukste Vierdaagse gadgets van dit jaar op een rijtje gezet. Welke hebben dingetjes mag je dit jaar echt niet missen? Gisteren zag je al de eerste gadget. Heb je deze gemist? Ga dan naar ons YouTube-kanaal voor de Vierdaagse update. Morgen behandelen we de derde gadget, maar nu eerst nummer 2. De Vierdaagse.
En de volgende, die heb jij meegebracht, Suzanne. Ja. Welkom. Dank u. Wat is het? Het zijn de Vierdaagse feestensokken. Maar dan zeg je iets heel belangrijks. Het zijn Vierdaagse feestensokken. Klopt. Dus ze zijn niet bedoeld om tijdens het wandelen te dragen? Nee, het zijn echt limited edition sokken voor de Vierdaagse feesten. Dus lekker deze week met de sokken aan door de huiskamer. ja. En ze zijn echt heel... Hou ze eens even omhoog, dan kan Matthijs ze ook zien. Kijk, ze zijn echt in de kleuren van de Nijmeegse Vierdaagse gemaakt. Inderdaad, ja. Kun je zelf eens beschrijven hoe de sokken eruit ziet? Ja, ze zijn dus in de kleuren van de Vierdaagse feesten, of de huisstijlkleuren eigenlijk. En ze zijn dus gemaakt van gerecyclede petflessen. Dus ze zijn ook nog eens duurzaam. Het zijn eigenlijk een beetje vrolijke sokken. Dus ja, dat kenmerkt ook wel. De Vierdaagse feesten zijn voor iedereen. Zeker, ja. Mannen, vrouwen, unisex. Dus iedereen kan ze aan. En waar kwam het idee vandaan om dan speciaal Vierdaagse feestensokken te maken? Want ik zou denken, Vierdaagse, lopen, wandelsokken, dat snap ik. Maar waarom de feestensokken? Nou, het idee is vorig jaar eigenlijk al ontstaan met een merchandise item. Ja, toen ga je t-shirts doen of ga je toch iets anders bedenken en wil toch iets voor iedereen. Dus toen is de sokken eigenlijk ontstaan, het idee. En vanuit daar het idee uitgerold eigenlijk ook nu vanwege corona om toch een blijvende herinnering aan dit jaar over te houden. Mm-hmm. Dus toen zijn de sokken ontstaan. Ja, dus zonder corona waren die sokken er niet geweest? Jawel, die waren er anders ook wel geweest. Ook geweest. Ja, okay. Maar dit is natuurlijk wel een extra aandachtspuntje. Ja, dat zeker. Dat je altijd iets blijvends overhoudt. Ja. Mag ik ze voelen? Want dan heb je het over gerecycled plastic. Klinkt heel hard, hè? Ja, nee. Dus en dat kan toch nooit lekker zijn aan je voeten? Ik geef er ook jou even in. Ze zijn echt super zacht. Maar dat voelt niet als plastic, nee. Nee, ze zijn hartstikke zacht. En alle maten, dus ook voor de kleine maten. Ja, het zijn 2 maatvoeringen. Vanaf 36 lopen ze inderdaad en vanaf 40. Dus 2 maatvoeringen. Ja. Nou, dit is gelijk de goede maat voor mij. Mag je hem houden? Ja, dat mag zeker. Echt superleuk idee ook om te bedenken. Juist omdat het sokken zijn, vind ik het ook zo origineel. Omdat het zo past bij de Vierdaagse. Ja. En toch iets wat ook met de feesten te maken heeft. Dus je hebt echt de brug geslagen. Ja. Heel leuk. Ja. Ja. En kunnen we de outfit nog helemaal compleet maken? Is er nog meer dan alleen de sokken? Of moeten we het doen met de broek optillen en kijken eens wat ik aan heb? Uiteraard. Ja? Nou, vorig jaar hebben we de pinnetjes laten maken. Dat was toen een uniek item. En die hebben we nog steeds. Dus met een pinnetje op, met sokken aan, kun je de Vierdaagsfeest dit jaar helemaal doorkomen. Ik zie het dan helemaal voor me. Over 10 jaar heb je dus 10 verschillende items. Ja, die je langzaam kunt sparen. Precies. Ja, dan worden het echt collectors items. Mooi. Ja, wie weet. En wat ga je zelf doen dit jaar, Suzanne? Want het is natuurlijk een beetje anders dan anders. Ja, het is inderdaad anders dan anders. Je kunt de sokken dit jaar gewoon elke avond aan tijdens Vierdaagse feesten online met Omroep Gelderland. Hebben we elke avond een ander thema. Je kunt de stad in met de sokken om de Vierdaagse Feest City Game te spelen. Dus er is van alles te doen. En uiteraard de terrassen. Binnen het programma. Dus en jij gaat ook op stap? Uiteraard. Zover het kan, inderdaad. Dus binnen leuk. De regels. Ja. Ja, leuk, gezellig. Mooi. Nou, veel plezier ermee. En draag de sokken natuurlijk. Doen we. En fijne Vierdaagse feesten. Dank u wel. Gaat goed komen. En een fijn weekend. Hetzelfde. Leuk dat je kijkt naar deze speciale editie van de Vierdaagse Feesten. Dit jaar geen feesten, helaas niet met een biertje flaneren over dit perron hierheen richting de stad en daar verder feesten. Nee, dit jaar hebben we iets bijzonders. Nou, tenminste, de Stichting Vierdaagse Feesten heeft iets bijzonders, namelijk de City Game. De stadsgame, en die kun je zelf spelen om toch een beetje dat Vierdaagse gevoel te krijgen. En je kunt dingen winnen, dat is hartstikke leuk. Imke, je hebt de telefoon met de site erop. Inderdaad. Dus, wat is de site? Vierdaagsefeesten.nl/citygame, dacht ik. Daar kun je hem zelf ook spelen. En we gaan nu ook zelf even kijken hoe het werkt, want dat weten we zelf eigenlijk ook niet. Inderdaad, want het is eigenlijk aan de hand van clues en hints los je de Vierdaagse Feesten City Games Quest, oftewel raadsels over de Vierdaagse Feesten in de stad of een specifieke locatie in de stad, los je eigenlijk op. En nu krijgen we de eerste vraag. En de eerste vraag staat eigenlijk, er staat A, B, C, D, E, F, G, H. Puntje, puntje, puntje. J-K-L. Dus we missen? De I. De I. Inderdaad. Goed zo. En dan staat er dus bij, waar mist deze letter? Veel reizigers passeren deze plek.
Wat denken wij? Wij denken het station. Dus we zijn even heel erg nonchalant met de auto richting het station alvast gereden. Maar nu is natuurlijk de vraag, klopt dat? En dat kunnen we zien door middel van de QR-codes. Je kunt met je telefoon dan scannen. En dan krijg je dus de volgende opdracht of een vraag. Dat is voor ons ook weer de vraag. Maar we gaan even hierachter kijken of het klopt of we ergens een QR-code kunnen vinden. Dus laten we dat vooral even gaan doen. QR-code zoeken. Yes. Let's go! We hebben nu het hele station afgezocht. We hebben het niet kunnen vinden. We kunnen het niet vinden. Nee. En dan hebben we dus nog storing of vragen. Bel dit nummer. Of het is eigenlijk WhatsApp. We kunnen WhatsApp wel even een WhatsAppje sturen inderdaad. En dan kijken we wel even of die reageert binnen nu. We zijn op het station. Hoe moeten we de City Game beginnen? Ja, maar we zijn nu op het station. Ja, nee, dit is niet de bedoeling. Hij is nog aan typen. Kleine hint, is niet ver weg van waar jullie nu zijn. Oké, we gaan gewoon nog even doorzoeken, want we zitten dus goed. Let's go. Ja, maar... Nee, we lopen gewoon een rondje. Dit is het raadsel. We zijn deze game begonnen, Mikael. We kunnen het niet makkelijker maken. De eerste aanwijzing, we hebben hem gevonden. Daar is hem. Oké. Scan City Quest. Je hebt 100 punten. Rust zacht. Huh? Mister van Wouw, 23-12-15-27. Dat is weer zo'n moeilijk vaag. Wacht, rust zacht? Rust zacht. Zal ik even googlen op Mister van Wouw en dan misschien dat... Hallo? Ben je bezig met de City Game? Ja. Wat leuk. Ik ga jullie niet helpen met het raadsel natuurlijk. Ik ga jullie wel checken of het lukt. Ja. Ik kan jullie wel zeggen waar jullie naartoe moeten, maar dan is de hele fun eraf natuurlijk. We hebben net met jou geappt. Ja. Oh, ja. daarom kom ik dus ook even verloren. Oké. Van Wouw was de zoon van een klokkengieter. Hij werd in 1474 als poorter van 's-Hertogenbosch ingeschreven. In 1477 ging hij in samenwerkingsverband met de bossengieter Gobbel. Maar waar zit hij dan nu in? Als je hem snel hebt, inderdaad een beetje googlen, dan zie je de locatie waar hij wordt herinnerd. Oh, ja. Oké. Okay. Dat is misschien wel een tip te vinden. Oké. Okay. Hartstikke veel succes. Yes, dankjewel. Doei, doei. Ja, de trappen tussen het Stevenskerkhof en de Stikkenheestraat in Nijmegen kregen in 2016 de naam Geert van Woutrappen. Oh, dan gaan we naar de Geert van Woutrappen. We gaan naar de Geert van Woutrappen. We zijn ook helemaal niet bedoeld dat ze iedere keer de auto pakken. Je moet gewoon wandelen natuurlijk. Ja. Wij doen cheaten. Eigenlijk mag dat niet. Oké, ik denk dus dat het hier ergens moet zijn, want het zijn die... Er zijn trappen tussen de Stikkenhezelstraat en de Sint-Stevenstoren in. Ja, precies. Ja, hier is het! Eindelijk. Oké, scannen! Ja, dus... Ja, hij heeft hem. Je hebt 200 punten onder de brug, boven het zand. Waha, back to the island. Whoa, ja, back to the island. Zeker. We're going to Ibiza. Back to the island. Nou, dat is onder de Waalbrug. Ik denk onder de Waalbrug, waar altijd... hoor je dat? Ding is. De kaai, of? De kaai, tuurlijk. Back to the island, onder de brug, boven het zand. Waha. Dat moet de kaai zijn. Nou, dan pakken we weer de auto, gaan we lekker naar de kaai. Let's go! Ga maar met ons mee. Ja, volgens mij zie ik daar wel een bordje. Ja, want hangt inderdaad ook een bordje. Oh. Ik ben beter aan het worden. Ik ben beter in topvorm aan het komen. Ja, jij bent een beetje een dieseltje, zeggen ze dan, hey. Hè? Wil jij weten hoe de City Game afloopt? Dan zul je toch echt zelf de Nijmeegse binnenstad in moeten. Naast de vragen zijn er ook nog bonus quests. Extra vragen waarmee je extra punten kunt verdienen. Matrix Live aan de kade. Welke artiest veroorzaakt hier 2 jaar geleden een officieel gemeten aardbeving? Snollebollekes. Zeker. Ja, 260 punten. Nou, lekker bezig. Chaka. Lekker bezig. Volgende locatie. Ja. Oh, nog een bonus quest. Oh. Yes. Hey, wat vond je ervan? Ik vond het best wel leuk. Ik bedoel, het kost wel veel tijd. Je hebt wel de hele dag bij je wel zoet hiermee. Ja, ik denk wel voor de volgende keer wel lekker een picknickmand meenemen. Of
lekker tussendoor nog een keertje bij de kaai, lekker wat drinken. Ja. Daar moet je wel de tijd voor nemen. Ja, je kunt het gewoon met heel veel mensen doen. Ik bedoel, die borden hangen door de hele stad heen. Iedere dag weer andere vragen, dat is wel zo. We hebben de 6 vragen van vandaag hebben wij gehad. Wij gaan voor een aantal prijzen. Jij gaat voor de overnachting Incredible, hoorde ik net al. Absoluut. En jij gaat voor de sokken? Ik ga voor de Vierdaagse sokken. Die lijken me wel tof om te hebben. Die kun je ook winnen. Vierdaagsefeesten.nl/citygame. Daar kun je hem op spelen. Iedere dag andere vragen. En je kunt ook toffe prijzen dus winnen. Voor ons zit het erop. Dus ik ben heel benieuwd of wij iets gewonnen hebben. Wil je het spel nou zelf spelen? We gaan niet alle locaties verraden. Dat zou veel te makkelijk zijn. Ga het dan doen in de stad. De website die ik net zei, komt hieronder ook nog eventjes in beeld. Vierdaagsefeesten.nl/citygame. Voor ons zit het dus op. Heel veel succes! Succes! Doei doei! Je kunt tijdens de Vierdaagse Feesten echt niet om hem heen. Benny Solo. Hij staat elke dag 3 keer op het podium op het Hertogplein. Behalve dit jaar dus. In al die tijd die Benny nu over heeft, heeft hij een nieuwe versie van zijn vertrouwde Vierdaagse hit Wij lopen de Vierdaagse gemaakt. Eén jaar zonder Vierdaagse, dat doet ons alle pijn. Ons mooie wandelfeest maakt ons wie we zijn. Nu zonder de Vierdaagse voelt onze stad zo klein. Laat ons vieren dat we volgend jaar groter zijn. Dan starten wij met frisse moed, opvallend roos en blij. Al dansend in een lange stoet op bruggen, straat en dijk. De benen zuur, Masser en kastelein. Wij lopen fluitend alle dagen van start tot finishlijn. 1 jaar zonder Vierdaagse, dat doet ons alle pijn. Ons mooie wandelfeest maakt ons wie we zijn. Gaat over Nijmegen, hè? Nu, zonder de Vierdaagse, voelt onze stad zo klein. Laat ons vieren dat we volgend jaar groter zijn. Dan gaan wij samen voet voor voet door heuvels, bos en hei. De eindstreep komt ons tegemoet, ons kruisje dichterbij. Het land is groen, de sfeer is goed, oranje zonneschijn. Een gladiola zal ons dragen naar het keizer Karelplein. 1 jaar zonder Vierdaagse, dat doet ons alle pijn. Ons mooie wandelfeest maakt ons wie we zijn. Nu zonder de Vierdaagse voelt onze stad zo klein. Laat ons vieren dat we volgend jaar groter zijn. Met z'n allen! 1 jaar zonder Vierdaagse, dat doet ons alle pijn. Ons mooie wandelfeest maakt ons wie we zijn. Nu, zonder de Vierdaagse, voelt onze stad zo klein. Laat ons vieren dat we volgend jaar groter zijn. Laat ons vieren dat we volgend jaar groter zijn. Ah, dat is mooi, hè? Lekker is dat. RM7.